De lokale omroep heeft in samenwerking met de Woonstichting Sint Willibrord en de gemeente een promotiefilm gemaakt. Deze promotiefilm wordt in de toekomst vertoond tijdens informatiebijeenkomsten in het gemeentehuis. De film wordt ook beschikbaar gesteld aan bedrijven en ondernemingen die een groep bezoekers ontvangen of scholen die uitwisselingen met scholen uit het buitenland hebben. U kunt nu gaan kijken naar deze promotiefilm. Welkom Emil. Onze gemeente telt 11.000 inwoners en bestaat uit de kerkdorpen Mil, Sint Hubert, Langeboom en Wilbethoort. Mil is een rustige plattelandsgemeente gelegen aan de noordelijke Peelrand. Kenmerkend voor onze gemeente is het actieve verenigingsleven. Mil telt 300 actieve verenigingen. In de middeleeuwen lag Mil aan de oostelijke handelsweg van de Peel, waaraan het deelt zijn opkomst dankt. Rond de eeuwwisseling werd ten zuidwesten van Mil de landerijen rond het huis Principeel ontgonnen. Bij deze ontginning ontstond in 1920 de Peel-nederzetting Wilbethoort. Dit kerkdorp heeft inmiddels 1100 inwoners. Het kerkdorp Langeboom is eveneens een Peel-nederzetting. Tot de komst van de Dominicanen bestond het dorp uit slechts een paar boerderijen. Dankzij de paters ontstond een welvarend dorp. In de dorpskern vinden we naast de kerk het klooster. Vroeger woonden hier de paters en tegenwoordig is het een steunpunt voor ouderen. De tornadotuin voor het gebouw herinnert aan de stormramp die Langeboom trof in 1925. Thank you.
Sint-Hubert. Een rustig dorpje met een mooie, deels uit de 15e eeuw stammende gotische kerk. Tot begin deze eeuw werd in Sint-Hubert ijzererts gedolven. Het beeld van de ijzerbroekwerker refereert aan die periode. Net als in de andere kerkdorpen is het voorzieningenniveau beperkt. De inwoners zijn voor een belangrijk deel aangewezen op de winkels in Mil en omringende gemeenten. Het riviertje De Lage Raam, ook wel het Defensiekanaal genoemd, was in het begin van de Tweede Wereldoorlog onderdeel van de Peellinie. In de zware gevechten vielen vele slachtoffers onder de militairen en onder de burgerbevolking, terwijl de schade aan gebouwen enorm was. Op 10 mei 1940 is door toedoen van de Nederlandse militairen een Duitse panzertrein met manschappen ontspoord en beschoten. De omgeving van Mil is bij uitstek geschikt voor kleinschalige recreatie. Het natuur- en recreatiegebied De Kuilen is ontstaan door winning van industriezand. De komende jaren wordt het gebied heringericht. In het jaar 1166 komt voor het eerst de naam Millem voor in geschriften. Het kasteel Tongelaar is het oudste bewaard gebleven gebouw en dateert uit de 12e eeuw. Naast de prachtige omgeving is een bezoek aan de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Hove de moeite waard. Deze gotische kapel dateert uit de 15e eeuw en is geheel gerestaureerd. Sinds 1982 is de kapel in gebruik als gemeentelijke trouwzaal. Aan de rand van het dorp Mil ligt het 15e eeuwse kasteel Aldendriel. Dit kasteel is omgracht en bestaat onder meer uit een kasteelboerderij en een huis.
Het huis dateert uit de 17e eeuw. Het landschapspark vormt de verbinding tussen het kasteel en het dorp. Tussen het verleden en het heden. De gemeente Middel en Sint-Hubert is een gemeente met goede eigentijdse voorzieningen en een aantrekkelijk woonklimaat. Er zijn woningen voor jong en oud. En een groot aantal bedrijven zorgt voor werkgelegenheid. In Middel zijn 640 ondernemers gevestigd. Kortom, een bezoek aan Middel beslist de moeite waard.